Hallo allemaal, alles goed met jullie? Ik ben Sadia. Ik ga vandaag Turkse pizza maken. Lahmacun. Uien. Knoflook. Mix paprika. Turks peper die niet heet is, tomaten. Wij gaan deze allemaal stukjes snijden. Doe alle groenten in de blend. Voeg ook peterselie en selderij toe. Blend alles fijn. Doe die mix in een brede schaal. Mix het een beetje. Voeg tomatenpuree toe. Voeg sambal oelek toe. Mix goed door. Voeg verse beef gehakt toe. Mix het goed door met de hand. Bewaar die gehakt mengsel op kamertemperatuur. Nu gaan we de deeg breiden. Activeer gist met water, suiker, zout. Doe die gist in de beslagkom. Voeg bloem toe. Zet de kookmixer aan. Voeg beetje bij beetje lauw water toe. Voeg zonnebloemolie toe. Wanneer je deeg klaar is, dek je die deeg met de theedoek. Laat de deeg ongeveer een half uur rusten. Kijk, deeg is helemaal klaar. Wij gaan nu deegballen maken en daarna even laten rusten, 1 of 2 minuten. Daarna moet je rollen, hoe groot wil je zelf. Doe het gehakt daar bovenop en spreid het over de hele deeg. Pan is opgewarmd. Plaats deze pizza in de grote pan. Sluit de deksel. Laat het koken totdat het gaar is en onderkant mooi bruin is. Pak de een schaal of dienblad en zet maar een dik doekje erop. Plaats deze pizza in de doek.
Mijn pizza is klaar om te serveren. Hoe ga je serveren? Salade en knoflooksaus of met de shawarma? Moet zelf weten. Ik hoop jullie kunnen lekker vinden van mij. Lahmacun, Turkse pizza. Eet smakelijk. Vergeet niet, abonneer mijn kanaal en thumbs up. Tot volgende keer.